Ja, ik heb vannacht liep het goed door. Veel enthousiaste mensen. Ook heel veel mensen die verrast waren doordat ik op een andere manier werkte dan dat ze nog zich konden herinneren van mij. Tegenwoordig ben ik veel meer bezig met vanuit foto's werk ik. Bezig met foto's maak ik nieuwe composities van. Wanneer ga je het volgende muurgedicht maken? Ik heb er geen alleen recht op, maar de kans is wel heel groot. In Almelo, in Engelo of Enschede. En dan staan we op de brug bij het beeld van Koperen Kool. Te wachten op een grote boot, de Titanic of zo. En dan klinkt er uit een zijstraat, schip in zicht om 9 uur. Maar dat is gewoon een kano, net terug uit de natuur. En geen vuurtoren te vinden, dan een graven en een allee. En een club om mee te leven, al valt dat niet al. Ik ben namelijk dat bezig. En ik heb nog veel dingen. En ik begeleid nog steeds drugsverslaafden. En die haal je allemaal de kunst in? Die ook een feeling hebben met kunst. Ja. En dat hebben de meesten wel. Edwin Vaas, vertel eens. Ja, dit is de basis van mijn werk. Dat zijn architectonische abstracties of abstracte fragmenten van gebouwen. En die zoek ik. Het is mijn zoektocht naar die beelden. Fotobeelden dus, ja. En dan werk ik het liefst met analoge materialen, maar ik heb ook digitaal, dus dat doen we helemaal mee. Ik wil beschuit met bolletje en Almelo aan zee, hey, hey. Almelo aan zee. Morgen niet klaar, maar ondanks het weer, het is prachtig weer, we hebben heel veel bezoekers gehad. Ja. Het is vanaf 1 uur begonnen te lopen, dus gek. En een kuiltje gauw gegraven, altijd water in de buurt. Met een handdoek en een schepje, want het gaat om het idee. Betreden wij het paradijs, de kust van de Lolee. Als je in Almelo de zon schijnt, dan wil je naar het strand.